dat veel mensen het niet begrijpen. Dus ik denk dat we heel veel demonstraties moeten geven zonder het achterste van de tong te laten zien. En daar een enorme business case uit te halen. Kijk naar een gloednieuwe aflevering van In de Auto Met Society. En dit is een hele bijzondere, want ik heb niet één, niet twee, niet drie, maar maar liefst vier mensen in de auto vandaag. Goedemorgen jongens. Goedemorgen. Ik denk, ik pik jullie even op vandaag. Ja. Om jullie even naar kantoor te brengen. Kijk. In Vianus, we gaan even een klein ritje maken. We gaan heel veel puzzelen. Wat zei je? Heel veel puzzelen met de gordel. Jullie gaan even puzzelen. Het is lekker knus erachterin. Ja. Maar het is koud vandaag, dus jullie mogen lekker opwarmen. Hey mannen, stel jullie even voor. Jij bent? Ik ben Emiel Wesseling, ik ben Automation Consultant bij Society. Oké, volgende. Rafael zie ik daar achterin zitten. Ja, mijn regelneefje, ook bij Society Automation. Twan Koot, Lead Performance Engineer bij ook bij Society. En? Dennis van der Wel, Senior Improvement officieel. Oké, top, duidelijk. En de reden dat jullie vandaag in de auto zitten is natuurlijk omdat jullie gewoon gezellige mensen zijn, maar ook omdat jullie iets bijzonders hebben gedaan. Hè? Jullie hebben de hackathon gewonnen. Ja, we hebben de Society Global Automation en AI Hackathon gewonnen vorige week en dat was een geweldig. Mooi, daar gaan we dan. Jongens, laten we beginnen met het begin, want ik ben niet technisch en ik hoor het woord hackathon heel vaak vallen. Laten we eens beginnen met wat is een hackathon? Dat Emiel de meeste van hackathons meegemaakt heeft meegemaakt. Dus, Een hackathon is eigenlijk in een kort tijdbestek normaal. Je hebt ze in verschillende formaten, dus binnen 24 uur. Je gaat een idee, die ga je gewoon van A tot Z tot een minimaal werkbaar product in elkaar hacken. Ja. En deze keer was het globaal, dus het heeft wat langer geduurd. En hebben we dus inderdaad een idee die we, waarmee Twan... die Twan had, die hebben we in elkaar gezet en in de maand hebben we gewoon dat idee helemaal uitgewerkt. En daar hebben we nu een proof of concept van gebouwd en die hebben we gepresenteerd. Ja, en jij zegt het is een idee wat je in een korte tijdbestek uitdenkt, maar dat is altijd IT gerelateerd denk ik, of niet? Ja, het kan, maar het kan ook een hele grote, het kan ook echt een business case zijn of die je met IT gaat oplossen of met andere technologieën. Ja. En nu begreep ik dat dit is georganiseerd door Society Global. Dus dat is eigenlijk de wereldwijde tak van Society. Ja, inderdaad. Dat is de eerste keer, toch? Ja. Ja. Dit was de eerste editie die ze hebben georganiseerd. En ze zijn vanuit Global. En daar hebben meer dan 100 teams meegedaan. En elk team bestond uit 4 mensen. Dus ja, ook een grote groep deelnemers. Daar zijn we door de alle selectierondes... doorgekomen om uiteindelijk winnaar gekroond te worden. Maar even, hoeveel mensen deden er mee, zei je? Meer dan 100 teams. Meer dan 100 teams. Ja, exact een aantal gegeven. Ja, meer dan 500 mensen, geloof ik. Ja, 500 plus. Goeiedag. En jullie hebben ze eigenlijk allemaal één voor één eruit gekieperd en jullie zijn de winnaar geworden. Bij de eerste ronde waren er nog 11 over. Sterk het vermoeden dat wij als 11e waren toegevoegd, maar het is een vermoeden. Nee, dat werd in de mail ook gezet. Oh, dat stond er ook echt in. Okay, en op basis waarvan dan? Omdat jullie al een goed idee hadden. Ja, blijkbaar. Ja, goed idee en wij waren redelijk werkend. Ook al bij de intro. En we hebben het nogal stevig verkocht. Echt een beetje schreeuwerig. Van nou, we kunnen dit, we kunnen dat. Ja. En dat is ook waargemaakt. Ja, maar nu begreep ik, Rafael, dat jij eigenlijk bent aangekondigd als de, om het even heel lullig te zeggen, als de bullshit-expert. Nou, bedankt. Nee, dat zijn niet mijn woorden. Ja. Ik gok op Emiel, dank je wel. Ja, nee, dat is een van de belangrijkste dingen die wij hebben. Wij zijn vooral alle drie techneuten. Ja. En wij kunnen heel, we downplayen altijd onze oplossingen. Van, bescheiden. Het is heel normaal, we zijn heel bescheiden. Ja. En we hadden echt iemand nodig die dat goed kon vertalen naar hoe gaaf is het, hoe leuk is het. Ja, dat was Rafael zijn rol. En die heeft hij met verf uitgevoerd. Ja. Ja. Wat levert het op, was ook wel de belangrijkste vraag. Ja. Ja, wat heeft de eindgebruiker eraan? Ja. Dat, en ik hoorde jullie fantastische dingen zeggen, die ik ook maar half begrijp als ik dat niveau al haal.
En ja, een kwestie van doorvragen. Ja. En de gebruiker, wat kun je dan? Nou, oh jongens, dat is interessant. En wat kun je dan nog meer? Joh, dat kan ook. Ja. En dat uiteindelijk, hè, we zaten in een Slack groepje, dus had die robot ook in gebakken. En die robot kon ik ook commando's geven. James Standard System. Nou, dat doet hij dan. Want even een stapje terug. Je begint over een robot. Ja. We hebben het eigenlijk nog niet echt over de oplossing gehad die jullie dan hebben bedacht. Kunnen jullie eigenlijk, want ik ben dan een beetje zoals jij, Rafael, ik weet eigenlijk technisch ook niet de hoed van de rand. Wat is in Jip en Janneke taal jullie oplossing? Nou, kort gezegd, we hebben eigenlijk een virtuele assistent gebouwd voor DevOps teams, voor IT teams. Waarmee echt alle taken van monitoring, run, ops, deployments, testen, alles kunnen uitgevoerd kunnen worden via Slack. Je bent nu je gehoor al kwijt, vermoed ik. Nou ja, gewoon alle taken van een DevOps team die kunnen uitgevoerd worden vanuit een Slack kanaal. Een Slack kanaal is een samenwerkingsplatform. Een soort WhatsApp. Ja. Ja, en je kan gewoon, ik zou hier nou mijn telefoon kunnen pakken en gewoon alle taken kunnen uitvoeren. Ja, precies. En wat is dan een voorbeeld van zo'n taak die nu wel kan en hiervoor niet? Het kon allemaal eigenlijk, alleen we hebben het nu allemaal samengevoegd in een Slack kanaal. Dus we hebben inderdaad met verschillende technologieën, je praat nu tegen de bot en die voert dan het werk voor je uit. En dat doet hij eigenlijk in een groepschat, hè, zodat iedereen ook van het team op de hoogte is wat er gebeurt, hoe dingen opgelost worden. Dus al je commando's, het is echt het nieuwe samenwerken digitaal. Ja. Dat hebben we nu, het begrip bestaat al een tijdje, ze noemen dat dan chatops. Wij hebben dat nu echt uitgevoerd en gemaakt. Betekent dat dan dat er eigenlijk iemand binnen het team niet meer nodig is, om dat even lullig te zeggen? Nee. Je zou het zo moeten zien dat hij juist het team ondersteunt, zodat ze hun werk kunnen doen. Administratieve taken, veel handmatig werk is geautomatiseerd. Ja. En je wordt geholpen door de oplossing, waardoor je eigenlijk gewoon kan programmeren, echt testcases maken, dus echt waarde leveren in plaats van bijvoorbeeld een ticket schrijven. Dat kan de robot nu voor je doen. Een ticket schrijven voor de mensen die niet weten wat dat is? Nou, stel je hebt een issue, dan moet er een ticket bijvoorbeeld naar een andere afdeling gemaakt worden. Dat doe je vaak in bijvoorbeeld een Jira systeem voor de vaktermen. Nou, dat is geautomatiseerd, dus je zegt alleen tegen de chatbot van joh, ik wil graag een ticket aanmaken. Dan stelt hij een aantal vragen en aan de hand daarvan creëert hij een ticket en stelt je op de hoogte van een eventuele update. Oké. Dus je werk wordt eigenlijk in één keer, eigenlijk de saaie dingetjes worden weggenomen. Nou, niet alleen dat, maar je versterkt het team, je versterkt de ontwikkeling, je versterkt het systeembeheer. Ja. Een van de demo's die we gegeven hebben, toen zat Emiel achter de knoppen en die heeft het systeem gewoon stilgelegd. En binnen een halve seconde of zo schiet dan die robot in de lucht, system failure, restart system. En dat lukt en het systeem en die robot die start dus het systeem op waarin gewerkt wordt. Ja. Bij de tweede keer had Emiel echt iets stuk gemaakt dat die robot ook niet kon herstarten. Dat was allemaal de bedoeling, hè? Dat was planmatig, functioneel stuk gemaakt. En wat die robot dan deed, system failure, start system, system start failed, ticket made, bladibla. En je krijgt meteen een uitdraai van een ticket dat het systeem niet goed is. Dat zit in dat Slack kanaal, je zit weet ik veel waar, op een strand in Curaçao of waar dan ook. Ja. En je krijgt een melding, oh jee, het systeem ligt eruit. Dus het werkt heel feilloos, het is een heel doordacht ding. En het verbetert teams aanzienlijk. Het verkleint ook de brug tussen IT en business. De business kun je in feite ook in dat Slack kanaal brengen. Dan kun je nog iets met autorisaties doen, dat je bepaalde dingen wel mag, bepaalde dingen niet. Ja. Het integreert, ja. Het versterkt, het integreert. En ik kan me voorstellen dat met een hackathon moet je dat vrij snel bedenken, opschrijven, in elkaar zetten. Maar is het nu ook al te gebruiken? Ja. Jullie gebruiken het zelf ook? Het idee is gewoon te gebruiken. We kunnen het plan uitwerken en alle acties kunnen gemaakt worden. Dus het platform staat, alle toolings die we gebruikt hebben, die werken, zijn beschikbaar. Alleen implementatie, dat is natuurlijk wel heel erg, en dan moet je op de klant toespitsen. Ja. Ja, ons uitgangspunt was wel heel erg van, oké, we willen een werkend proof of concept neerzetten. Dus niet alleen theoretisch, we willen echt iets zien werken.
Dus dat is ook wel echt gelukt. Dus alles wat we verteld hebben tijdens de wedstrijd, zeg maar, nou, dat konden we ook demoen. Dus dat is ook een van de uitgangspunten. Is dat ook de reden dat jullie gewonnen hebben? Of een van de redenen? Ja, zeker die werkende demo. En die heeft echt wel geholpen, ja. En nog een ding wat ik heel bijzonder vond. 13 september hebben we de white paper ingeleverd. Hè? Dat is je inschrijving tot de hackathon. Ja. En ongeveer een maand later hebben we die demo gegeven. En in die tussenliggende tijd was alles al gemaakt waarvan we dachten, oh ja, dit zou ook nog kunnen. Hè, die ontwikkeling gaat ontzettend snel. Die demo was vrijdag. Die donderdag daarvoor is in een klein uurtje tijd de API van de NS erin gehangen. Nou, die konden we ook laten zien. Oké. En hoe dat valt mij nu weer op. Waarom James? Je kan elke naam aan dat ding geven en dan noem je hem James. Ja, we zien er als virtuele assistent. En ja. We hebben natuurlijk, je hebt Jenkins als een butler. Hè, en dat is al vooral in de CICD-wereld een gangbare term. Dus toen hebben we gedacht, James. James, dat zie je ook wel als butler in de films. Dus, ja, okay. Butler James. Butler James, ja. Dat is daar. Jarvis had ook nog gekund, die is van Marvel. Ja. Daar kom je nu mee, hè. Die is wel leuk. Jarvis. Ja. Hey, is dit, want dit is natuurlijk gewoon een goede oplossing. Dat is eigenlijk waarom jullie hebben gewonnen, gewoon puur op de inhoud. Ja. Maar het is ook een teamprestatie. Absoluut. Ja. En wat heeft er nou voor gezorgd dat jullie als team zo goed konden functioneren om dit neer te zetten? Nou, het belangrijkste is, we hebben drie verschillende techneuten met alle drie andere aandachtsgebieden. Dat past heel goed bij elkaar. Ja. Ja, en we hadden echt iemand die de business kon vertalen, waardoor we inderdaad ook ons heel goed konden profileren binnen al die teams. En juist die combinatie maakt ons team sterk, waardoor we inderdaad hebben kunnen winnen. Ja. En er zijn wel meer dingen hoor, juist die zachte factoren. Hè? Communicatie, samenwerking, vertrouwen. Nou, dat is grenzeloos. Daar kom ik weer met mijn domme vragen en ik heb nooit het idee dat ik vervelend ben. En ik denk ook dat het heel erg geholpen heeft dat we bijna allemaal, ik denk op jullie namen, ik heb in ieder geval iedereen toen ik op de bank zat een tijdje mee op de bank gezeten, dus ook wel mee zitten praten en dat heeft ook wel dat je beter kent als van, we gaan nu beginnen met z'n allen. Ja, precies. Ja, jij bent verbindende factor geweest. Ja, absoluut. En onderschat onze bot ook niet. Hè. We hebben een samenwerkingsplatform gemaakt wat eigenlijk al vanaf dag 1 al zorgde, dus dat wij al hier ook al beter aan konden werken. Ja. Want we werkten in het product, werkten we al samen aan het product. Dus het is eigenlijk door de oplossing die jullie hebben bedacht, heeft ervoor gezorgd dat jullie de oplossingen goed hebben kunnen neerzetten. Inderdaad. Ja. Want in al die tijd hebben we elkaar 3 keer gezien. In die maand? Nee, niet eens. Ik heb Twan voor het eerst ontmoet bij de demo. Ja. Dat meen je niet. Ja, we hebben alles eigenlijk via het platform zelf gedaan. Slack en virtueel. Slack. We hadden één call in het begin. Voor de rest is alles eigenlijk digitaal gegaan. En ik denk dat het bewijst ook de kracht dat zo'n platform wat we hebben gebouwd viable is. Hè. Je kan het gewoon gebruiken. Ja, we hebben de demo erin gebouwd op zo'n platform. Ja. Dus ja, voor bedrijven is het ook, je hoeft niet bang te zijn dat je teams verspreid zijn en digitaal werken. Want je ziet, dat kan gewoon. Op een heel groot deel heeft Dennis ook heel veel aan gewerkt. Deel bij, en dat is dat we al het verkeer, alle berichten slaan we op in een database. En het idee is om daar, als er genoeg data in zit, een AI op los te laten, die dus het team kan ondersteunen met adviezen op basis van alle data. Dus je kan zeggen, je hebt elke vrijdag om 4 uur doe je een nieuwe release. Misschien is dat niet zo handig, want we zien dat je daarna de borrel kan afzeggen omdat er een fout is. Ja. Dat soort dingen. Dus er komt echt een voorspellende. Ja, het idee is uiteindelijk wel de bedoeling. Ja. Het idee is wel dat er ook nog een AI aangekoppeld wordt. En we slaan nu alle data al op, maar dat moet groeien. En op een gegeven moment, als er voldoende data is, zou je daar dus een AI op kunnen loslaten die nog verder kan ondersteunen. Ja, de kracht van onze oplossing zit, we halen dus de data vanuit het team, vanaf de voorkant, hè. Dus ook het sentiment van het team, alles wat geanalyseerd, maar ook gewoon de technische data, vanuit de monitoring, vanuit de release pipelines, vanuit de servers. Je zegt het sentiment, dus stel Dennis is niet tevreden over hoe zijn kapsel vandaag zit. Ja. Dat is heel moeilijk. Ja. En als Dennis dat in zijn communicatie door laat schemeren wat zijn bui is, dan zal de bot dat herkennen. Ja. In de app waar de bot in zit, hè? Ja. Daar wel even. Het is niet dat alles gemonitord wordt. Het kan. Het kan, maar
Ik denk dat je het beter op één kan laten. Jongens, ja. Wat kan deze robot niet? Koffie halen. Koffie halen, eten brengen. Ja. Maar dat is ook... Nou, koffie nou, kan nog. Tastbare dingen. Wel trouwens. Ja. Goeie vraag. Hij kan koffie halen. Nee, ja, kijk, mijn koffiezetapparaat heeft een Bluetooth-verbinding. Dus daar zouden we een API voor kunnen schrijven. Die ja. Dat, James Coffee. James Coffee. Dus dan word ik thuis bediend met koffie. Ja, omdat het ook een hackathon was, waar een belangrijk deel ook gewoon is, we moeten leren en we moeten zien wat we kunnen. Hebben we ook nog een onzin case geschreven. We hebben een case geschreven waarmee op basis van het sentiment van het team wordt bepaald of de kantoorplant die dag water krijgt, ja of nee. Dat model hebben we dus gebouwd en ingebouwd. Ja. Daarna hebben we dat gekoppeld aan een IoT-device. Dus kon je ook zien dat die plant ook water kreeg. Dus we hebben daar ook gewoon, dat hebben we ook echt fysiek gebouwd. Hè? Dus dat de plant op basis van het sentiment water kreeg elke dag. Ja. En dan was nog de volgende stap, en die moeten we nog afronden. En dat is dus dat we de foto's van die plant maken elke dag. En op basis van image recognition gaan kijken of die plant bloeit. Het gaat wel of hartstikke dood is. En op basis daarvan willen we dan klassificeren hoe het met de, op een organische manier hoe het staat met de sfeer in het team. Ja. Heb je iets met planten? Nee. Okay. Maar wel met al die technologieën. Ja, ja, precies. Nee, maar dat was gewoon onze een case om te kijken van, hoe ver kunnen we gaan. Ja. En die was ook gelukt. Ja. En dat doet hij op basis van natural language programming. Als je een hoop woorden gaat van, het wordt niks, het gaat niet lukken, hopeloos. Nou, dan gaat die plant dood. En als je denkt van, dit werkt, dat gaat goed. Maar word je er dan niet op een gegeven moment ook heel bewust van dat je denkt, als ik nu iets zeg, dan weet de bot wat ik bedoel? Dus net als met filmen, als je heel lang iemand filmt of een groep filmt, op een gegeven moment negeren ze dat die camera er is. Dus je kan wel een gewenningsperiode hebben, maar... En de bot zit voor nu nog alleen. Er zitten geen microfoons aan en dat soort dingen. Dus het is niet dat hij de hele dag luistert. Nee, oké. Okay. Dus je krijgt het is nog steeds het Slack-verkeer waar hij het uit zou halen. Ja. Maar dat kan bij een sprint review bijvoorbeeld. Die API hadden we beschikbaar. Dus Dennis, je hebt weer een nieuwe use case, denk ik. Oh jee. Wat moeten mensen nu doen als ze denken van, dit klinkt inderdaad wel interessant? Contact opnemen met Society. Ja? Ja, wij gaan dit helemaal uitbouwen als een volledige propositie. Daar hebben wij, daar krijgen wij gewoon ruimte voor. En we hebben het idee en wij kunnen het uitbrengen. Ja, we zijn, dat kan Rafael natuurlijk wel beamen. We zijn er super enthousiast over. Ja. We kunnen er hele zondagen over praten, vol praten. Dus dat doen we ook graag bij mensen die er geïnteresseerd in zijn. Ja. Nachten zelfs. Nachten ook, ja. Ja, ik denk dat als er iets duidelijk is van dit gesprek, dan zijn jullie er enthousiast over. Ja, ik denk dat we Emiel ook nog, zijn vrouw ook nog moeten bedanken. Die ging zaterdagochtend met het vliegtuig. En daarna kon Emiel ongeveer 48 uur aan de hackathon besteden. 48 uur. Non-stop. Bijna. Energiedrank. Ik was ook nog eventjes daar vast doen. Ja, ik vermoed dat je 2 uur geslapen hebt, maar dat weet ik niet zo. Ik weet het ook niet meer. Nee. Ja mannen, nog even de laatste vraag voordat ik het kantoorterrein oprijd. Ik ben toch eigenlijk wel benieuwd, het is leuk dat jullie het hebben gewonnen, maar wat hebben jullie precies gewonnen eigenlijk? Wat is de prijs? Ja. We zijn nog in afwachting, maar... Een laptop, Een hele dikke laptop. Een hele dikke laptop. Ja, dat is een beetje de prijs, dus we wachten geduldig af. Oké. Okay. Nou, misschien willen zij ook eerst even zien dat het verkocht wordt. Oké. Hey jongens, ik wil jullie heel erg bedanken voor dit gesprek afgelopen kleine half uurtje. Of ruim half uurtje. En ik denk dat we met z'n allen Let the Robot Do It even in de gaten moeten gaan houden, toch? Ja. Nou, hartelijk dank voor de lift. Ja, nog even een klein drempeltje. Nou, we hopen ook wel op een hoop support vanuit Society. Om hier echt een dienst en product van te maken. Ja. Ik denk dat er enorm veel potentie in zit. Nou, dat kom maar op. Ik zet hem even pal voor de deur neer. Ja. Dat is nog eens lekker zo voor de deur. Zo. Nou, Doeg. Doei. Doei.